Het heeft wat vertraging gehad, maar het is eindelijk zover. Vlechtwerk opent officieel haar deuren. Afgelopen februari zijn alle partijen die verbonden zijn aan het vlechtwerk verhuisd naar het gloednieuwe pand. En vandaag was de officiële opening. Het is mooi geworden. Ja, het is heel mooi geworden. Het heeft even geduurd. Er waren wat tegenslagen onderweg. Maar gezien het feit dat we nu de opening hebben met deze mooie dag. Ja, dat geeft toch een stukje voldoening. En een compliment aan een ieder die erbij betrokken is geweest. En er heeft voor gezorgd heeft dat we dit resultaat konden boeken. En het MFA, wat zit er allemaal in het MFA hier in Werkendam? Ja, MFA, de naam geeft het al aan, multifunctionele accommodatie, gebouwd rond de twee scholen, Sigmondschool, Kompas. Dat is eigenlijk de basis geweest om dit gebouw te maken. Maar wat ook belangrijk is, lezen, dus vandaar de bibliotheek erbij, bewegen, de sporthal plus de speelgelegenheden rond het gebouw, kinderopvang, zodat ook vanaf 2 jaar kinderen waar nodig onderwijs kunnen ontvangen. Waar achterstand is dat er vroegtijdig gesignaleerd wordt en mee geholpen kan worden om die achterstanden in te halen. En we hebben uiteraard het dorpshuis waar iedereen welkom is. En het mooie daarvan is dat de SOVAC mensen toch met een achterstand op de arbeidsmarkt hier een geweldige mooie rol vervullen. Nu hoorde ik duurzaamheid voorbij komen. Dat gaat ook nog gebeuren. Er is al veel gebeurd op het gebied van duurzaamheid. Het is een duurzaam gebouw, maar de stroomopwekking... Dat is nog even een punt. Dat gebeurt nog via, laten we zeggen, de traditionele kanalen. Maar van de zomer gaan we het dak volleggen met zonnepanelen. Zodat voor een groot deel althans de stroom opgewekt kan worden die dit gebouw gaat gebruiken. Nu hebben alle kernen van de gemeente Werkendam op 1 kern na Nieuwendijk al een MFA. Gaat daar ook nog iets gebeuren? Ja, daar gaat ook iets gebeuren. De school in Nieuwendijk die bestaat ongeveer een jaar of 40, 42... Daar hadden we een renovatie gepland, maar uiteindelijk bleek dat als we de school slopen, een nieuw gebouw neerzetten, dat eigenlijk net zo goed en goedkoper is eigenlijk op de langere termijn dan renoveren. Dus we hopen daar in 2020, 2021 de eerste schop in de grond te zetten, zodat eind 2021, begin 2022 alle huidige kernen van Werkendam een school hebben die de komende 40 tot 60 jaar mee kunnen.